Luisterfragment. Generaal Sherman is groot. Heel groot. Bijna 84 meter hoog, 11 meter in doorsnede en een inhoud van bijna 1500 kubieke meter. Deze boom in het Giant Forest of Sequoia National Park in de Verenigde Staten weegt bijna evenveel als ongeveer 10 blauwe vinvissen. Het grootste organisme op aarde in termen van volume versus gewicht. Maar hoe is het mogelijk dat een plant zo groot kan worden? Daarnaast is General Sherman ook zo'n 2500 jaar oud. En dat is geen record, zoals we zullen zien, maar wel oud. En hoe doen planten dat? Het thema zal duidelijk zijn. Dit is het verhaal hoe planten de grootste en oudste organismen ooit worden. Hierbij ligt de nadruk wel op gymnospermen en bloemplanten, samen goed voor het grootste deel van alle landplantendiversiteit. In tegenstelling tot dieren groeien planten maar van een beperkt deel van hun lichaam plantengroei is geconcentreerd van aan het einde van de scheuten en aan het einde van de wortels deze speciale regio's op de stengel die heten knoppen en er zijn twee soorten knoppen er zit een knop aan het einde van de stengel die kan zorgen voor lengtegroei en er zitten knoppen in de oksel van het blad en de oksel dat is de plek waar het blad vastzit aan de stengel deze knoppen bevatten zogenaamd meristematisch weefsel dit zijn jonge, ongedifferentieerde cellen die de plant kunnen bouwen. Een beetje zoals de stamcellen bij dieren. Die knoppen, daar zitten cellen in die groeien en delen. En bij het de delen van die cellen wordt het topje van die groeipunt steeds een beetje omhoog geduwd. En daarom worden stengels steeds langer en langer. En het mooie van dit systeem is dat planten daardoor groeien als modules. Plantenlichamen zijn heel repetitief. Steeds hetzelfde stukje wordt herhaald. Als je kijkt naar de stengel van een plant, dan zie je dat op een plek waar het blad aan de stengel vastzit, er altijd zo'n knop zit, een okselknop. Dan volgt er een stukje stengel en vervolgens ontstaat er weer een nieuw blad. Dit heet een blad, een okselknop, een internodium, een stukje stengel en de knoop. En dit geheel wordt steeds opnieuw herhaald. En planten zien er heel anders uit, maar dat is omdat alle individuele delen makkelijk kunnen worden aangepast en verschillende vormen kunnen hebben. Het voordeel van deze groeivorm is ook dat als er onderdelen beschadigd worden, die heel makkelijk kunnen worden vervangen. En dit is natuurlijk heel anders dan bij dieren, die heel gespecialiseerde lichamen hebben. Een plant die een tak mist, kan dit makkelijk vervangen door een nieuwe tak. Een mens die zijn arm mist, kan dat niet zo makkelijk vervangen. Die meristemen, die ongedifferentieerde cellen aan het einde van de takken en van de stengels, die maken het dus mogelijk om groter te groeien. Als je ze eraf knipt, dan is groei op dat punt niet meer mogelijk. Maar sommige planten hebben geen meristemen aan het einde van hun tak. Grassen, bijvoorbeeld, hebben meristemen aan de basis van de bladen. En dat is heel makkelijk, want anders zou je je gras helemaal niet kunnen maaien. We kunnen gras maaien zonder de plant dood te maken, omdat de groeipunt op de lager plek zit. En bij grassen is dit een aanpassing die ontstaan is in de evolutie tegen het opeten van die meristemen door de dieren die de grassen aten. Naast modulaire groei groeien planten ook nog op een andere manier, anders dan dieren. Dieren hebben een beperkte groeiperiode, maar planten blijven maar groeien gedurende hun hele leven. En daardoor worden planten ook steeds meer vertakt. Eigenlijk herhaalt zich dat patroon beetje bij beetje. En er zijn twee manieren die we vooral bij bomen goed kunnen herkennen in de manier van groeien. De eerste manier van groei is zoals je kerstboom één centrale stengel die omhoog gaat en op regelmatige momenten ontstaan er zijtakken. Maar een hoofdstam is duidelijk herkenbaar. En dit geeft dan ook die duidelijke kerstboomvorm. Een andere manier is dat de hoofdstam stopt met groeien en dat er uit die okselknoppen nieuwe takken ontstaan. En daardoor krijg je een heel erg vertakte boom. Het leuke van plantengroei is dat je aan de planten in je tuin kunt zien, zeker bij houtige planten, hoeveel groei ze hebben gehad in één jaar. Rondom die eindknop aan het einde van een stengel, daar zitten kleine blaadjes, bracteën die de knop beschermen. Als die er afvangen, laten ze een paar kleine littekens achter. En die zitten heel dicht op elkaar. Dus als je naar je planten in je tuin kijkt en je ziet een rondje met littekens om de stengel, dan weet je dat daar de knop zat op het afgelopen jaar. En kun je heel duidelijk zien hoeveel groei er is geweest dit jaar bij de plant.